Paula Schouw uit Hoeven bij Breda wordt al 6 jaar gestalkt door haar ex-vriend. Hij achtervolgt haar, hij slaat haar spullen in elkaar, hij bedreigt haar, ja, hij bedreigt haar zelfs met de dood. Paula is intussen een menselijk wrak geworden. Kijk naar een verbijsterend verhaal. Dit is Paula. Volgens haar is haar leven al 6 jaar lang een ware hel en wordt ze op een vreselijke manier gestalkt door haar ex-vriend Carlo. Ze vreest voor haar leven en dat van haar dochtertje. Ze is ten einde raad, want zelfs de politie kan haar niet helpen. En dat terwijl Carlo Paula meerdere malen het ziekenhuis in heeft geslagen en haar nu zelfs met de dood bedreigt. Ik ben radeloos, hopeloos, machteloos. Want niet alleen bedreigt hij hen met de dood, hij terroriseert ze al 6 jaar. Al 14 keer heeft hij haar ramen ingegooid om binnen te komen. En afgelopen week heeft hij in haar huis een grote ravage aangericht. Ten einde raad roept Paula de hulp van Willibrord in. Hoi Willibrord, mag je binnenkomen? Ja hoor. Jezus. Hij schrikt zich wezenloos van de aangerichte rotzooi. Maar het is zelfs nog erger. Je bent al eens met de dood bedreigd? Meerdere keren, ja. Meerdere keren? Ja, gewoon zeggen van ik kan je doodmaken en niemand vindt jou terug, want ik stop jou in een ongebluste kalk. Ze vreest niet alleen voor haar eigen leven, maar vooral voor dat van haar dochtertje. Haar ellende en haar verdriet zijn zo groot dat Paula aan het einde van haar Latijn is. Hij doet niet alleen mijn naam, maar ook haar. Dan zit allemaal dat bij haar in dat bolletje. Dat is toch geen normaal leven voor een kind? S'avonds niet naar buiten kunnen, rolgordijnen dicht, deuren op slot, in de zomer, als het heel warm is, de ramen gesloten houden. Dat is niks. Hij verruineert uw leven, hè? Ja, helemaal. Dat is al verruineerd. Dat is al kapot. Geestelijk bent u aan het eind, hè? Helemaal, ja. Ik kan zo niet verder leven. Huh? Ik kan zo niet verder leven. Dat gaat niet. Er moet een eind aan komen. En snel. Paula en haar moeder zijn radeloos. Of hij maakt mij kapot. Of andersom. Maar het moet stoppen. Zover bent u al. Ja, zover ben ik al. Dat we erop aan denken om hemzelf kapot te maken. Of mezelf. Ten einde raad hebben Paula en haar familie eraan gedacht het recht in eigen hand te nemen, omdat niemand hen kan helpen. Uw verdriet is zo groot dat u wel eens gedacht heeft om echt, zelf echt, het hersenhand te nemen. Ja, echt wel. En voor eigen recht echt, te spelen. Maar u weet toch dat u hem niet mag vermoorden? Ja, dat weet. Maar hij weet ook dat hij dit niet mag. Ja. Wat ik nou niet begrijp is, bent u nog nooit naar de politie geweest? Jawel, vaak genoeg. Waarom helpen die dan niet? Die kennen niks doen. Maar heeft u toch met de dood bedreigd? Ja. Dat telt dan niet? Nee, ze hebben er zelf bij gestaan. Ze hebben erbij gestaan? Ze hebben erbij gestaan terwijl aan hij stond te dreigen. En wat zei hij toen? Dat je mijn vader om zou leggen in zijn slaap. En inderdaad, volgens de vader heeft Paula's ex hem letterlijk met de dood bedreigd. Wat zei hij tegen u? Hij zegt, je ziet hem kapot, je gaat eraan. Dat heeft hij letterlijk tegen u gezegd? Helemaal niet, en toen is hij weggereden. Dus u bent met de dood echt bedreigd? Ja. Omdat de familie niet snapt dat de politie niet ingrijpt, gaat Willibrord meteen naar het betreffende hoofdbureau. Daar wil Willibrord te weten komen waarom de stalker nog steeds op vrije voet is. En ook de politie vindt het een schrijnende zaak. Ja, van jou. Ik weet niet of ik kom. De vraag is heel concreet, waarom moet de politie er in moeten gaan? De politie doet er wel wat aan. We doen er zoveel mogelijk aan. Zoveel maar toch veel te weinig, want afgelopen weekend is er weer een drama gebeurd. Moet er eerst iemand vermoord worden voordat jullie echt optreden of dat justitie echt optreedt? Nee hoor, dit is geen ook in dit geval stellen we een onderzoek in. Maar iemand die terroriseert de zaak, dat weet u er zelf toch ook? Ja, daar moeten wij wel bewijs van hebben, want anders staan we met mij, de officier justitie staat gewoon machteloos bij een rechter. Kun je je voorstellen dat ik als burger toch een heel onbevredigend gevoel heb dat zo'n vrouw zo enorm aan de lot overgelaten wordt, zo geterroriseerd wordt, zo bedreigd wordt? Ja, ik kan me dat voorstellen dat u dat als burger heeft. Als politie moeten we een aantal dingen gewoon verzamelen, bewijs verzamelen om dit een rol te kunnen krijgen. En anders heeft het absoluut geen zin. Maar vindt u daar als politie man? Ja, het is schrijnend natuurlijk. Dat, vindt het ook schrijnend? Zeker. Houdt u van een godsnaam, ja? Oké. Okay. Bedankt. Tot ziens. Toch verbaast Willibrord zich over de houding van de politie. Want om stalkers beter aan te pakken is er sinds 12 juli 2000 al een duidelijke wet. Toen al vertelde Kamerlid Dietrich, maker van die wet, aan Willibrord dat stalkers voor 3 jaar achter de tralies moeten. Wat
wat staat er precies in die wet? Dat het maximaal 3 jaar kan je daar straf voor krijgen als je een ander op stelselmatig zodanig van zijn vrijheid berooft dat hij bang wordt. Willy Blort vraagt zich af waarom Paula dan niet van die wet kan profiteren. Daarom gaat hij naar het Centraal Meldpunt Stalking. Voorzitter Kantelberg vindt dat de wet niet werkt. De wet is een enorme teleurstelling. En wat is dan wel de oplossing? De oplossing is hulp bieden. Hulp aan vooral de slachtoffers en aan de dader. En de dader een zodanige behandeling geven, zeg maar. Een zodanige hulp geven. Dat hij inziet dat hij dit niet meer moet doen. En dat we zeker van zijn dat hij dit ook niet meer doet. En als dat niet gebeurt? Als dat niet gebeurt, dan gaat het escaleren tot de ergste mate die mogelijk is. Moord. Moord. Wat vindt u van het geval van Paula? Van Paula vind ik een heel ernstige situatie. Ik voorzie als hier nu niet dringend maatregelen genomen worden, dat de situatie nog ernstiger wordt en dat er doden zullen vallen. U bent bang dat zij vermoord zal worden? Ja. Zo'n 80.000 mensen worden in Nederland gestalkt door een ex. En de dood is volgens de berichten vaak het trieste einde. Kantelberg zegt dat als Paula niet beschermd kan worden en de dader niet geholpen wordt, hij tot het uiterste zal gaan om het ultieme te bereiken. En dat is moord. En zo is het geval van de vrouw van Jo Kruk. Zij werd jarenlang gestalkt door haar ex, die haar uiteindelijk met de tractor doodreed. Jo is nog steeds niet over zijn verdriet heen. Vooral omdat de stalker ook dreigbrieven stuurde en justitie daar niets mee deed. En wat stond er in die brief? Dat hij over zou gaan tot liquidatie. Dat heeft hij zelf geschreven? Ja, zelf geschreven. En justitie heeft er niks aan gedaan? Nee. De politie ook niet? Nee, kunnen we niks mee, het is maar een dreigbrief. Dus de stalker heeft die vrouw echt vermoord? De hoogste tijd voor Willy Brort om Paula's ex eens stevig aan de tand te voelen. Dat is hem. Mag je wat vragen? Hey, wil jij wat vragen? Waarom val je ex zo lastig? Hé? Hey? Waarom val je ex zo lastig? Ja, bedreigen met de dood? Is dat niet normaal? Waarom ben je zo laf om haar het leven zo zuur te maken? Hé? Hey? Is ieder commentaar overbodig. Elke dag is Paula bang voor haar leven en dat van haar dochtertje. Ze weet niet meer hoe ze met haar angst verder moet leven. Hoe oude tijd, dat is gewoon moeilijk uit te houden. Maar ik wil voor mijn kind goed kunnen zorgen. U vecht voor uw dochter? Dan vecht ik voor, ja. Dat haar niks gebeurt. Voor haar doe ik alles. Om haar dochter en zichzelf te beschermen, barricadeert ze elke nacht de slaapkamerdeur en slaapt ze met een mes, een hamer en een baksteen binnen handbereik. Ik kan zo niet verder leven. Dat gaat niet. Er moet een uitdruk komen. En snel. Door Paula's noodkreet aan de media is de politie inmiddels een diepgaand onderzoek gestart. En we hopen dat haar ellende nu eindelijk is afgelopen. Tot zover de week, Willy Brort. Bedankt voor het kijken en graag tot volgende week. Daar zijn we dan weer. Tot dan.